Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe videoblog. Ik ben vandaag in Manova, dat is Noord-Italië, in Tirol. En het is een hele leuke mix van Italië en Duitsland. En ik wou het vandaag met jullie gaan hebben over waarom je agressie meer moet leren inzetten en waarom het goed is om agressie te ontwikkelen en te gebruiken. Agressie is eigenlijk een voorwaarde voor mannen om verder te komen in het leven. Het is ook een talent dat mannen hebben in vergelijking met bijvoorbeeld vrouwen. Vrouwen hebben voornamelijk de talent van zorg dragen en van elkaar helpen. En mannen hebben heel erg de rol van agressie. En dat helpt hun om vooruit te komen en om een taak te verrichten in het bestaan. Zonder agressie zijn we niet verder gekomen. Zonder agressie zijn we nooit verder gekomen. Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik het niet heb over agressie in de zin van zinloze agressie, zoals mensen nodeloos slaan. Zinloze agressie als mensen die een stuk zwakker zijn dan jou, zoals vrouwen en kinderen, nodeloos slaan of überhaupt slaan. En ik heb het ook niet over agressie die alleen maar gebaseerd is op puur het vermaak van agressie. Nee, ik heb het over agressie veel meer in de zin, niet eens zozeer over fysieke agressie, maar meer over agressie in de zin van je doel nastreven en opkomen voor jezelf. En de dingen die jij wilt, dat je die ook doet. Dat je alleen maar kijkt naar wat is goed voor mij, dat is goed. En als je dat gaat volgen, dan ben je agressief. Als jij leert inzien dat je met agressie jouw wil kunt doordrammen, zeg maar. En als het ware ook dat dat goed voelt, dan is dat überhaupt ook goed voor jezelf. En is dat dus ook hetgene wat je moet gaan nastreven. Wat ik heel erg opvalt vandaag de dag is dat mensen, mannen, steeds minder agressief worden. Ze gaan juist steeds vriendelijker worden, steeds zachter. Ze laten agressie eigenlijk een beetje voor wat het is. En het lijkt er wel op alsof agressie een schande is geworden. Agressie wordt al heel snel op school afgeleerd. Wordt in de maatschappij afgekeurd. En agressie heeft een negatieve bijsmaak. En op zich ook terecht, want de verhalen die je hoort van nodeloze misdrijven, van agressie tegen onschuldige mensen, ja, die keur ik natuurlijk af. Maar de agressie die je inzet om verder te komen, waarmee je laat zien dat jij dominant kunt zijn, waarmee je jouw ideeën kunt waarmaken, waarmee je jouw leven kunt vormgeven, die moet je absoluut koesteren en die moet je gaan ontwikkelen. En daar moet je respect voor hebben. Dat is een hele goede eigenschap. Als jij weet door middel van op een agressieve manier jouw wil weet door te drukken, dan doe je wat goed is voor jezelf. En dat is per definitie goed, want wat goed is voor jezelf, dat is ook goed voor de maatschappij, want je vervult jouw dromen en daarmee help je weer anderen. Want agressie geeft dus, als jij je wil doordrijft, geeft dus macht. En macht geeft dus weer altijd een heleboel plek voor andere mensen om voor jou te komen werken en om jou te volgen. En mensen hebben altijd behoefte aan iemand om iemand te volgen. En als jij je macht op zo'n manier weet vorm te geven, dan ben je goed bezig. Want heel veel mensen hebben niet zoveel macht en die zijn niet agressief, dus die kunnen weer daarvan op meeliften. Heel veel mannen hebben het idee dat agressie fout is, dat het slecht is, dat agressie niet goed is. En ja, überhaupt kun je al afvragen wat goed en wat slecht is. En dat is natuurlijk altijd een discussiepunt, maar zij gaan ervan uit dat agressief zijn per definitie slecht is. En dat het goed is om niet agressief te zijn, om anderen voor te laten gaan, om niet je eigen beelden, je eigen dromen na te streven, maar het meehelpen aan het dromen van anderen. Het klinkt allemaal niet eens nobel, maar daar kun je nog wat misschien voor zeggen. Maar eigenlijk is het negatief wat ze doen. Ze volgen namelijk niet hun dromen. Ze ontkennen daarmee zichzelf en hun eigen natuur en hun eigen bestaan. En dat is toch tot daaraan toe. Maar het levert vooral negatief gedrag op. Negativiteit in de samenleving. Want omdat zij hun eigen dromen niet nastreven, omdat zij hun eigen agressie niet meer weten te gebruiken, worden ze verzuurd, worden ze negatief, worden ze pessimistisch, verspreiden ze nihilistische gedachten onder mensen die nog wel positief zijn en nog wel vooruit willen komen. En dat is heel gevaarlijk, want dat is nihilisme, pessimisme, dat is een soort ziekte, een soort virus die de mensheid in zijn totaliteit ziek maakt
en die de ondergang ook van cultuur en samenleving bewerkstelligt. Dus mensen die heel, zogenaamd heel socialistisch lijken, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met een gevaarlijk, pessimistisch, nihilistisch wereldbeeld te verspreiden en daarmee mensen depressief maken en ziek. En dat komt allemaal voor omdat ze niet meer weten hoe het is om hun eigen dromen en hun eigen dingen na te jagen. Hoe het is om agressie te hebben in jezelf en agressie in te zetten om je dingen te bereiken. En dat is heel negatief. En het is goed om agressief te zijn. Het is goed om te doen wat jij voelt, wat jij wilt. Het is niet verkeerd. Mensen hebben er geen afkeer van als jij jouw ding wil doen. En daarmee toon je juist respect. Het is altijd bijzonder dat mensen denken dat ze daarmee geen respect tonen. Of dat ze daarmee een soort macho zijn of weet ik het wel. Maar dat is absoluut niet zo. Als jij laat zien dat je voor jezelf op kunt komen en je eigen dromen nastreeft. En dat op een goede, duidelijke, stevige manier doet. Dan krijgen mensen daar juist respect voor en vinden ze het juist bewonderenswaardig. Het mooie is juist dat agressie, dat doen wat jij wilt, jouw plannen volgen, dat dat jou juist bevrijding geeft. Dat het juist is waar boeddhisten en allerlei andere gelovigen naar op zoek zijn. Naar het loskomen van allerlei dwingende gedachten en allerlei ideeën die je verstoren uit het hier en nu. Boeddhisten zijn altijd heel erg op zoek naar in het hier en nu zijn. En andere gelovigen zijn altijd bezig met het lijden op te lossen of antwoorden geven op het lijden. Juist je agressie inzetten zorgt ervoor dat je doet wat je zelf wilt. En daardoor leef je überhaupt al in het hier en nu. En hoef je niet allerlei meditaties te doen, allerlei opdrachten, allerlei gebeden te verrichten om in dat hier en nu te komen. Je bent er al, want je doet wat je zelf wilt. Wie jij bent, dat ben je in het hier en nu. En wie je niet bent, dat doe je juist als je alleen maar bezig bent met opzij gaan voor anderen. Alleen maar andermans plannen gaat volgen. Ja, dan ben je constant bezig met ik volg iemand anders plan. Ik ben alleen maar bezig met wat vindt die ander voor mij. Ik ga opzij voor die ander. Ja, dan raak constant jou, raak je uit balans. Want jij volgt niet jouw doel, jouw wil. Je volgt de wil van een ander. En ja, dan ben je altijd een slaaf. En de slaaf is altijd ontevreden met zijn eigen situatie. Het is niet voor niets wat Nietzsche noemde de slavenmoraal. De moraal die de mensen gebruikten om hun overheersers te ondermijnen. En dat was ook een moraal van alles wat agressief is, wat sterk is, wat krachtig is, dat is slecht. En alles wat dat niet is, dat is goed. Ik zal in een volgende videoblog dieper op ingaan hoe je agressie, wat ik bedoel precies met agressie, en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. Hoe je jouw wil kunt duidelijk maken en hoe je kunt leven naar je wil. Oké, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en vanuit Manova, Italië, zeg ik graag tot de volgende keer.